Het is hoog tijd om eens bij René Briene te gaan kijken, want dat had ik u nog niet gezegd. René Briene gaat ook in deze serie van Koplopers met ons mee. En we nemen hem mee naar al die ondernemers. Hij komt op de meest bizarre plaatsen als sterrenchef. En ik vraag me dan af, wat doet een sterrenchef tussen de paarden? Dit had jij niet gedacht vorig jaar, hè? Dit idee. Ik heb mijn haar eigenlijk goed gekapt. Je haren goed gekapt. Waarom doe je dit als sterrenchef? Kijk eens hoe je hier nu koken moet. Nou ja, kijk, thuis hebben we natuurlijk alles voorhanden. Maar dit is nog de extra uitdaging op locatie. Ik noem het altijd picknicken op sterrenniveau. Ja. En dan ja, met zo'n geweldig beest in je nek, dat is natuurlijk helemaal geweldig. En wie weet waar we terechtkomen. Dus voor mij heel spannend. Dus je zegt juist in die wat beperkte omstandigheden ga ik juist dat niveau proberen te halen. Topsporten. Dus topsport. Dat is, vind ik wel. Dan nou, moeten we, ja, lekker stukje hert gaan we doen. Ja, dus, wat doen we vandaag? Lekker wat stukje hert karee gaan we lekker aanbraden, klassiek. Is het wildseizoen begonnen? Het is begonnen. De eendjes zijn er al, de patrijsjes zijn er, het hert is er, de reetjes zijn er. De allereerste spruiten heb ik de indruk, dus de fireballs. Green balls of fire, daar gaan we het dadelijk over hebben. Het moet niet gekker worden. Ja, nou, dus ontzettend fijn dat je met ons meegaat. Ik maak nu al excuus naar al die rare plekken waar je zal zijn dit jaar. Ik vind het een uitdaging. We gaan ervoor. Je hebt ja gezegd, we nemen jou mee. Precies. Dankjewel René. Wij zien elkaar dadelijk met het mooie gerecht.